In hoofdstuk 3 van Aan het Werk gaat het over thematisering. Gove Lucke die levert een bijdrage en die heeft het daarin over betekenis-economie. Waarin hij eigenlijk aangeeft dat steeds meer pretparken, attractieparken en dierenparken ook zoeken naar een meerwaarde, naar een onderliggende boodschap die ze hun gasten mee kunnen geven, zodat het niet alleen maar puur entertainment is. We hebben daarvoor ook contact gehad met het Dolfinarium en zij hebben videomateriaal beschikbaar gesteld. Daar zijn we heel blij mee. Het gaat over de show Aquabella, waarin de afvalproblematiek centraal wordt gesteld, gekoppeld aan de schoonheid van deze aarde. Je wordt eigenlijk meegenomen op een wereldreis, waarbij gebruik wordt gemaakt ook van heel veel technische ondersteuning. Er is sprake van videomapping, er wordt videoprojectie op waterschermen, krijg je te zien. Er is sneeuw die neerdwarrelt op de bezoekers, er is wind. Nou, allemaal elementen die de sfeer bevorderen. Plus natuurlijk aan het eind van de show ook een kind wat uit het publiek mag komen en de dolfijn mag aanraken en een kusje geven. Nou, dat kind zal het überhaupt nooit meer vergeten. Maar het belangrijkste in dit voorbeeld, de thematisering vanuit de gedachte betekenis-economie. Kijk vooral even naar het beginstukje waarin die heel duidelijk wordt weergegeven. Nou, die dolfijn daar maakt mij kletternat. Dat doet die dolfijn heus niet zomaar. Wat heb jij gedaan? Niks. Nou ja, niks. Ik gooide alleen een blikje in het water. Aha, blikjes horen in de prullenbak, niet in het water. Weet je wel niet hoe slecht dat is voor de natuur? Nee, eigenlijk niet. Sorry. Weet je wat? Ik ga jou laten zien hoe fantastisch mooi de natuur is. En waarom wij er met z'n allen heel goed voor moeten zorgen. Wij nemen je mee op wereldreis.